serendipiteit, dat is eigenlijk wanneer dat je dingen vindt waar je niet naar op zoek was, maar die wel interessant voor jou kunnen zijn. Een interessante website omtrent serendipiteit is StumbleUpon. StumbleUpon is eigenlijk een website waarmee dat je door het internet strompelt. Zelf vind ik dat een heel leuke website. Je geeft aan wat je interesses zijn en dan strompel je door het internet en je komt altijd op plekken waar je anders nooit zou zijn terechtgekomen via een ordinaire Google search. Zelf bijvoorbeeld, ik wil informatie over fysica, ik geef als interesse physics. Dan kan ik gaan strompelen door het internet. En dan ga ik dingen terugvinden die misschien al dan niet interessant zijn, maar het belangrijke is, je hebt hier bovenaan een plusje en een min, een duimpje omhoog en een duimpje omlaag. En op basis van wanneer jij duimpjes omhoog zet, of duimpjes omlaag, krijgt StumbleUpon een beter beeld van jou en ze leggen die gegevens samen met andere gebruikers. En zo gaan ze eigenlijk meer en meer over jou te weten komen. En zo gaan ze betere websites voor jou suggereren. Ik kan ook op literatuur zoeken bijvoorbeeld. En dan ga je op leuke plekken komen. Soms moet je een paar keer stumbelen voordat je iets leuks vindt of iets interessants voor jou. Maar ja, op die manier ga je eigenlijk dingen terugvinden die je anders nooit had teruggevonden via een ordinaire Google search. Eén kanttekening. Ik merk zelf, als ik begin met StumbleUpon, en zeker in de dingen die ik dan super interessant vind, is dat ik weet wanneer ik begin, maar dat ik meestal niet weet wanneer ik eindig. Dus let er een beetje mee op als je niet veel tijd hebt. Maar een heel toffe website om eens te bekijken. En heel interessant in verband met serendipity.